Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 7 augustus. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik voel mezelf gewoon even niet zo lekker in mijn vel. Gisteren natuurlijk een hele leuke dag gehad met mijn moeder. En ik begin nu alweer te huilen, jongens. Ja, ik weet nu, nu duurt het gewoon weer even voordat ik haar zie. Dat vind ik dan een beetje lastig, want in de maand juni en juli, dan is het best wel kort op elkaar dat je elkaar dan ziet, zeg maar. Dus dan, dan kan je er wel naar uitkijken. En dan, ik wist natuurlijk dat ze in de vakantie nog een keer zou komen. Nou, dat heeft ze nu ook gedaan. Ja, nu valt het gewoon allemaal even zwaar. Het komt er ook nog bij dat het morgen een jaar geleden is dat mijn opa is overleden. Levert ook even heel veel tranen op momenteel. Dus daar kom ik wel weer doorheen, maar dat vind ik wel een beetje lastig nu, dat ik gewoon me heel erg verdrietig voel steeds. En dat is gisteren ook, want gisteren was het dan de dag. Dus ik had wel momenten dat ik dacht, oh ja, vorig jaar op dit tijdstip was ik dit of dit aan het doen. Want toen waren we natuurlijk daar ook bij mijn opa en... Ja, ik hoop niet dat dit doorgaat tot de datum van dat de begrafenis was, zeg maar. Nee, dat hoop ik niet. Maar ja, ik weet niet of dit de allergezelligste vlog gaat worden die je gaat zien. Omdat ik me gewoon echt even niet zo heel erg vrolijk voel. En dat komt uiteindelijk wel weer goed. Maar ja, het gaat gewoon gepaard even met veel tranen. Ik ben er bijvoorbeeld ook nog steeds niet aan toe om de begrafenis terug te kijken. Die heb ik op een stikje gekregen, maar ik heb gewoon nog niet het gevoel van, oh, dit wil ik echt nu gaan doen. Ik kan het gewoon nog niet aan en dat is ook prima. Dat doe ik gewoon een keer op mijn tijdstip dat het me wel beter lukt. Maar voor nu is dat gewoon voor mij nog steeds te vroeg. Dus ja, dat is eigenlijk eventjes wat er aan de hand is. Verder is het niet ernstig zo, maar ja, het is gewoon vooral een beetje vervelend. Met sporten deed mijn muziek het niet. Nou, dat vond ik ook wel een beetje vervelend. Want ja, ik ga toch het lekkerst met mijn muziek op. Maar dat wilde ook op de een of andere manier niet. Dus moet ik ook even naar kijken wat daar nou weer mee mis is. Ik zag wel dat het oplaadcase niet heel veel batterij meer had. Misschien dat dat ermee te maken heeft. Die zou ik even op de oplader moeten leggen. Nou, gisteren had ik wel gewoon lekker gedoucht. Maar ja, het was natuurlijk een warme dag. Het is nu iets koeler. Het is nu echt wel iets afgekoeld. Maar ja, toen zag ik wat er volgende week gaat gebeuren. En dan tikken we nog een dag de 33 graden aan in de 30 graden. En dat ik denk van, oh jee, krijgen we dat weer. Het is nu 23 graden. Dat is wel een heel verschil met gisteren, want toen was het 28. Maandag 33. Maar nu zijn de andere dagen al wel weer wat gezakt. Maar dat is wel echt een hele hete dag. Maar het verandert ook echt per dag, zie ik gewoon. Maar goed, ik heb weer naar het spelletje gekeken. Waar gaat het over? En daarna de BNB van Liefde. Ja, ik vraag me toch af of die mensen niet beter gecast moeten worden. Want er is dus nu bekend geworden, en dat was vorige week al, dat een van de kandidaten die voor een van de mannen kwam, die had in de gevangenis gezeten in Polen. Zoals ook Pools. Nou ja, goed. Er was niet bekend waarvoor zij gezeten had. Ik had zoiets, nou, dat zal wel. Nu is dat dus bekend geworden dat ze 10 maanden gezeten heeft voor iets met drugs. En dan denk ik van, ja, maar moet dat dan niet beter gecast worden? Ik zou dan toch wel meer kijken misschien naar zo'n achtergrond. Er is sowieso een heleboel ophef dit seizoen. Het is niet normaal. Moet ik zeggen, de kandidaten spreken me ook echt niet echt aan of zo, weet je. Ik zie bij iedereen wel wat waarvan ik denk van, nou ja, die kandidaat die vind ik dan bijvoorbeeld iets minder, omdat hij bijvoorbeeld gewoon niet zo enthousiast is. Ik geloof dat de enige die wel grappig vindt is Robert-Jan. Ja, dat is een beetje de bekakte man uit het stel. Dat zegt hij zelf ook. Hij heeft daar wel echt zelfspot mee. De rest valt me een beetje tegen gewoon. Zit er één bij, die vind ik gewoon een beetje ranzig. En heeft hij ook van die vrienden. Die man die heeft ook zo'n hele lange baard. En van wat vettige haar. Dat ik van, nou. Ja, toen was er ook nog in België schijnbaar. Is het dus ook. En er is dus ook iemand, een kandidaat overleden. Die ook voor een van de dames kwam die meedeed. Ja, die was dus overleden. Maar dat moest dus nog op tv komen. Dat hij dus wel daar kwam. Dus dat is natuurlijk wel heel tragisch. Maar ik geloof wel dat het uitgezonden werd. Volgens mij was dat gisteravond.
dat het wel uitgezonden werd. Met dat de familie heeft gezegd, want het is goed. Maar ja, er is een hoop gedoe. Verder heb ik gewoon nog even een spelletje gedaan. En heb ik mijn vlog afgemaakt. Mijn foto's bewerkt. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Daarna zie je zij. Toen ben ik een nieuw boek gestart. Toen ben ik gaan slapen. Ik ga zo nog even laten zien wat ik gisteren had gekocht met mijn moeder en wat ik had gekregen. Ik moet weer even mijn voeten veilen, want ik heb gewoon zere voeten van al dat eelt weer. Het is niet normaal. Het is binnen een week weer terug. Het is niet grappig. En ik ga even een was aan zetten en hier gewoon even de boel doen. Ik denk zo dat ik even het raam lekker openzet, zodat het een beetje door kan waaien. Maar ik zal eerst even laten zien wat ik nog gisteren had gescoord. Goed, ik zal het eventjes even bijpakken. Dat past er net aan in, zeg maar. Hey. Oh, ik ben even ingegaan. We waren even bij de Lidl, want toen zei mijn moeder, vind je zo'n kaarsje ook nog leuk? Toen had ik dit leuke kaarsje en dit is de Hills Garden. Het is dus een geurende kaars. Ik heb een blauwe, want ik had dus zelf al twee roze. Hij ruikt echt heel lekker. Ik kon het geurtje niet helemaal beschrijven, maar het is een heel lekker kaarsje. En die had ze dus ook voor Nathalie gekocht. Die had een groene en voor zichzelf een leuke roze. Maar hij ruikt heel lekker. Het zijn van die leuke kaarsjes van de Lidl. Dus wel echt super leuk. En het leuke is, als je het kaarsje opgebrand hebt, die glaasjes kun je gewoon ook nog weer een ander kaarsje zetten. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik had nog twee jurkjes. Die waren nu nog letterlijk €2,50 bij de trekpleister. Er ging in eerste instantie 50% korting vanaf. Maar uiteindelijk bij de kassa was het 75% korting. Dus ik heb de blauwe genomen. Het is een heel lekker stofje. Het is eigenlijk een beetje een witte jurkje. Met leuk van die poortjes. Dus het maakt het ook nog wel leuk speels. Die gaan wel vanaf maat 38-40. Maar weet je, dan zit hij iets langer. Ik heb hem ook in het zwart, maar... Ja, die is nu dus helemaal, die was helemaal uit de verpakking. Ik ga eerst kijken of dat klopt. Dan dat de maat wel goed is. Ja, dat is vrij goed. Maar hier kun je hem even goed zien. Er zit ook een capuchon aan. Dus die moet ik gewoon even wassen. Maar heel lekker stofje. Dit is dan de zwarte variant. Dus ik had nu twee jurkjes voor €5 deze. Dus dat vond ik wel leuk. Ik ga even opruimen. Ik ga mijn kaarsje even een plekje zetten. Dan ga ik eventjes lekker aan de gang hier. Ik had heel lief van mijn moeder gisteren nog een varkenshaasje gekregen. Die neemt meestal nog wat lekkers mee. Nu had ze lekker een varkenshaasje. Oh ja, en deze handige spons. Ik heb hem nog niet geprobeerd, maar ben ik wel benieuwd naar hoe die werkt. Maar in ieder geval weer een lekker varkenshaasje. Want dat was laatst wel heel erg lekker met champignonnetjes erbij. Is dat echt heerlijk. Dus dat was wel weer heel lief. Het kaarsje van mijn moeder staat bij de andere kaarsjes gezellig hier ook. Dit is het gedenkhoekje, zeg maar. Dus dan heb ik hier gezellig het kaarsje bij gezet. Het past wel leuk zo bij elkaar, dat roze en blauw vind ik. Mijn moeder wil altijd graag nog wel even helpen. En ik kreeg hier die randen niet meer zo goed schoon. Toen heeft zij gisteren geboend en het is echt al een stuk schoner dan dat het was. Dus nu moet ik het zelf bijhouden, maar hij glimt ook weer helemaal. Dus mijn moeder die kan dat echt super goed, maar zij maakt ook schoon als haar werk. Dus... Ja, het was wel heel mooi om te zien dat zij het al een stuk schoner kreeg dan ik het kreeg. Dus dat is wel fijn, dus ook hulp. Zo, ik ben weer lekker klaar. Alles is gedaan, de was is opgevouwen. En alles is weer lekker schoon. Ik heb het raam lekker openstaan. Hij waaide straks wel dicht omdat er een windje stond. En nu is het ineens weer heel zonnig. En mijn voeten zijn weer ietsjes gladder. Maar ik heb nu die vuil maar beneden gelaten. Dan kan ik het gewoon wekelijks even doen, want het is zo weer. Maar dit voelde echt niet fijn aan, want ik kreeg nu ook gewoon pijn met lopen. Maar dan komt te gaan die stukken loszetten en dan ga je er toch aan pulken, wat je niet moet doen. Maar het is allemaal wel weer fijn.
De was draait nog, die is nog niet klaar. Katten hebben net hun eten op. En ik moet niezen. Ik ga zo even lekker relaxen. Straks lekker douchen. En een beetje eten. En dan vanavond weer gewoon. Waar gaat het over? En de BNB van liefde. Nu wel leuk. Normaal gesproken op woensdag. Ik kijk meestal samen met mijn moeder. Soms loopt ze iets achter. Zoals gisteravond hebben we niet echt samen gekeken. Omdat ze ook even aan het bellen was. Nou ja, goed. Het hoort er ook bij. En normaal gesproken op woensdag kunnen we meestal niet echt samen kijken. Ja, we kijken samen met ieder in ons eigen huis. Want dan heeft ze altijd visite, maar nu niet. Dus nu kunnen we wel samen kijken. Dus dat is wel leuk. Dan zitten we meestal tussendoor even te appen wat we vinden van de acties die er gebeuren. Dat is wel leuk. Ga verder nog even een spelletje doen. En net mijn blogpost schrijven, mijn vlog inplannen. En dan ga ik lekker mijn... een serie kijken en zie je zij, dan ga ik naar bed om een boek te lezen. Ik ben weer een beetje, het is een combinatie van de verkoudheid en de helbui van straks, denk ik. Dus, maar goed, ik ga nu in ieder geval eventjes lekker wat drinken en dan ga ik jullie gewoon morgen zien. Want verder ga ik toch niks meer doen, dus bij deze zeg ik dan tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 8 augustus. Ik ben klaargemaakt en ik heb nu echt heel erg last van achtergrondgeluid, want ze zijn buiten iets aan het doen. Vandaag is de dag dat mijn opa een jaar geleden overleed. En daar staan we nu toch met z'n allen ook wel een beetje bij stil. Gewoon, je bent ermee bezig. Afgelopen dagen had ik er natuurlijk al heel erg last van wat ik gisteren al een beetje vertelde. En je merkt gewoon dat het allemaal een beetje beladen is. Je denkt er wel steeds aan. En het is moeilijk. Ik denk ook dat het nog wel even duurt tot de dag, zeg maar, van de begrafenis. Dan is alles echt een jaar geleden, maar het blijft wel lastig hoor. Ik ga zo meteen boodschappen doen. Dus ik ga zo eventjes boodschappentassen pakken en de stofzuiger er doorheen trekken. Want ik dacht dat mijn coach echt heel laat zou zijn. Maar het valt nog wel mee, want ze is er om 3:15. Dus dat valt nog wel mee. Ik heb gisteravond weer gewoon gekeken naar waar gaat het over in de BNB vol liefde. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan. En heb ik mijn vlog geüpload en mijn blogpost geschreven. En toen ben ik lekker... Mijn serie gaan kijken op Netflix. Vanavond de laatste aflevering. Het is best snel gegaan. Het kreeg een hele spannende plot. Twist. Ik had op een gegeven moment al zoiets van... Volgens mij heeft diegene er wat mee te maken. En daar had ik dus blijkbaar gelijk in. Dus dat. En verder eigenlijk niet heel veel bijzonders. Nog even CSI gekeken. En toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik nog even gelezen. Maar ook niet lang. Ik was heel erg moe. Ik neem eens plak nog even mee naar de supermarkt. Maar ik wil eventjes mijn outfit laten zien. Want die vind ik wel leuk vandaag. Mijn outfitje. Ik heb deze broek aan van de Bershka. En dat is die broek met gaten, zeg maar, erin. We hebben een Björn Borg sneakers onder gedaan. Die ook wel een wit beurtje kunnen gebruiken. Ik wil dat binnenkort even doen. En ik heb dit shirtje aan. Deze heb ik volgens mij bij de Action gekocht. Daar heb ik wel een shirtje onder gedaan, want anders vind ik het te open. Want kijk, dan valt hij heel open en dat vind ik niet nodig. Maar ik vind het verder wel een leuke combinatie. Dus prima outfitje voor boodschappen, denk ik zo. Zo, terug van de boodschappen. Ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Allereerst weer een 7-4 was weer een aanbieding. En ik vind het
vind het fijn om daar voorraad van te hebben. Ook gelijk even de spuit, want het eigenlijk komt er alweer aan. Ik heb even cola meegenomen. Haribo wraps voor maandag. Toetjes. Deze was 2 voor 1,50. Dat is de Chocomel Choco Macchiato. Die is heel lekker. Dat gooi ik mezelf dan af en toe een keer. Patatjes. Aardappeltjes. Kattenbrokken. Deze, de Sensations, die waren nu in de aanbieding bij de Plus. Scheelde toch best wel weer wat met die andere. Bonnetjes. Ik zat te twijfelen, want ik was weer dinsdag met mijn moeder. En toen waren ze eigenlijk tot woensdag de actie €1,19. Maar hij was nu ook nog €1,19. Dus nu. Ook nog een leuke handdoek. Meteen gekocht. Ik vind het altijd leuk als het matcht. Ik hou daar wel van. De koffieroom. Frikandellen. Sanitair zakjes, dat zijn die kleine zakjes. Die vind ik altijd wel handig. Voor in het bakje van mijn koffieapparaat. Voor de koffiedingen. En ook voor in de douche zijn deze heel handig. Dan heb ik lekker varkensateetjes voor zondag. Smeknapjes voor maandag. Dus dit was het. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik nog heel even lekker relaxen. Want het is nog vrij vroeg. En dan ga ik straks lekker douchen en eten. Oh, de camera is ook niet helemaal vast. Vanavond ga ik waar gaat het over? En de BNB Vol Liefde kijken. Maar je hebt ook Ajax. Dus ik moet even kijken of ik dat wil met die stream. Ik zal even deze eraf halen. En nou, dan ga ik lekker even een spelletje doen, mijn foto's bewerken. Laatste aflevering kijken van mijn Netflix-serie. Nog even zie je zijn. Dan ga ik naar bed en hoop dat ik iets langer kan lezen. Maar ik heb nu een beetje hoofdpijn. En ja, toch wel een beetje een emotioneel gevoel in me. Dus nou ja, dat is het eigenlijk. Dus ik ga dit even opruimen. Dan ga ik nog eventjes lekker op de bank. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik merk dat ik nu gewoon even niet zo heel vrolijk ben. Ik ben ook een beetje moe van boodschappen doen. Dus nou ja, morgen weer een nieuwe dag zou ik dan maar zeggen. Dus ik zeg bij deze tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 9 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik heb mijn jurkje aan. Die heb ik toen bij de Aldi gekocht. En die is wel echt heel erg leuk. Zit ook lekker. En ik heb lekker de boel openstaan. Het raam hier zo. Het raam op de slaapkamer. En de deur in de keuken. Want het is vandaag best wel een lekker dagje. Het was straks heel bewolkt. Het is nu wel weer is de zon er iets bij. Tijger komt ook even kijken. Hè? Of ga je zonnen? Of ga je voor het raam? Want dat vind je ook lekker. Nee, je komt bij mij zitten. Het is 24 graden. Oh, zo zien ze mij niet meer, liefje. Maar ietsjes laag. Maar er staat wel behoorlijk een windje, zeg maar. Ik moet even kijken of ik de camera goed kan houden. Want de tijger die wil even knuffelen. Dus dat is wel heel erg lekker. Ik kan van dit soort weer wel heel erg genieten. Ik heb wel het idee dat die verkoudheid weer wat erger wordt. Ik heb weer wat meer last van mijn keel en zo. Nou, nu zit ze lekker, hè? Nou, dat zit mooi. Dan kan ik praten en dan kan jij even lekker liggen tot we straks weer wat gaan doen. Dat heb je goed bekeken, meis. Dus ja, ik vind dit toch wel heel erg lekker. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik verlang alweer heel erg naar die herfst. Kijk, in dit soort temperaturen vind ik prima. Maar zoals van de week dan die 33 en die 30. En dan denk ik alweer van, oh jee. Hoe ga je dat allemaal weer doen? Omdat ik zit best wel vast aan mijn routines met schoonmaken en zo. Maar goed, dat zal uiteindelijk wel goed komen. Ik kreeg gisteren een reactie. En ik was blij dat diegene dat eventjes vermeldde. Dat de vlog vastliep. Ik denk dat er iets fout is gegaan met het editen. Ik weet niet precies hoe het komt. Ik kan het ook even 1, 2, 3 helaas niet oplossen. En ik vind dat heel vervelend, want ik heb er ook echt mee gezeten. Ondanks dat die persoon ook zei,
Het is niet erg hoor, maar ik dacht ik vertel het gewoon even. Dat vind ik alleen maar heel fijn. Want dan heb ik dat zelf over het hoofd gezien. En dan denk ik, ja. Vind ik heel vervelend, vooral voor jullie, dat het dan even vastloopt. En ik weet dan op dat moment even niet hoe ik het op kan lossen. En dan moet ik het naast me neerleggen en dat vind ik dan lastig soms. Maar ik ga er gewoon weer beter op letten. En ik hoop dat er niet te veel hinder aan ondervonden is. Ik heb het ook niet van iedereen gehoord die een reactie achterliet. Dus ik weet niet of het bij iedereen zo was of dat het bij een paar mensen zo was. Ik vind het in ieder geval heel vervelend. Maar ja, nogmaals, ik kan het nu eventjes niet oplossen. Gisteravond, ik heb toen ik thuis kwam en ik had de boodschappen opgeruimd. Zo heb ik nog even heerlijk op de bank gelegen, want ik had een beetje hoofdpijn. Dus dat was wel heel erg fijn. Toen ben ik lekker gaan douchen en eten gaan maken. Dus dat ging eigenlijk ook allemaal wel prima. Toen ben ik gewoon weer waar gaat het over gaan kijken en de BNB van Liefde. Ik moet vooral ook heel erg lachen. Ik zie op X bijvoorbeeld heel veel mensen die dan ook kijken, er commentaar over leveren. En dan denk ik, ja, sommigen vind ik dan wel heel grappig. Er zijn ook mensen die maken dan, die schrijven dan een Tinder profiel wat die mensen op Tinder zouden kunnen zetten als ze op Tinder zouden zitten. Dus dat vind ik wel gewoon hilarisch hoe mensen dat verzinnen. Kijken jullie eigenlijk ook naar BNB Vol Liefde? Ik moet heel eerlijk zeggen, toen het eerste seizoen kwam, dacht ik, wat is dit nou weer? Toen ben ik gaan kijken, toen vond ik het eigenlijk hartstikke leuk. Maar ik was in het begin een beetje sceptisch, maar nu vind ik het dus wel echt super leuk. Al heb ik wel bij sommige kandidaten zoiets van, nou, je moet eigenlijk helemaal niet meedoen. Weet je, de een die is al 40 jaar alleen of zo. Dan denk ik van, nou, ik weet niet of je het dan nog moet willen. Maar goed, dat is gewoon, ja, ze staan er blijkbaar toch voor open. Maar bij sommigen vraag je ook af, probeer je niet gewoon alleen die BNB goed in de kaart te zetten? En dat, ja, hè, dat je ook net zo makkelijk zegt tegen degene die voor jou komen van, ik vind het eigenlijk wel prima, ga maar weer. Maar goed, dat weet ik ook niet. Ik heb ook Ajax gekeken, die hebben met 1-0 gewonnen. Ik moet wel zeggen, ik snap nog niet zo heel veel van de opstelling die deze trainer pakt. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat zondag gaat. Hij heeft bijvoorbeeld iemand op het goal staan waarvan ik denk van waarom pak je de oude keeper niet die zo goed is. Maar ik weet niet, misschien is die ook wel vertrokken, dat weet ik allemaal niet. Maar dat ga ik zondag allemaal wel weer zien. Hebben we de foto's bewerkt, het ging ook goed. Ik moet alleen nog even een nieuwe maken, die was erg onduidelijk. Ja, dat heb ik nog wel eens. En toen ben ik mijn Netflix serie af gaan kijken en ja, dat was toch nog... Waarvan ik eerst zei van ik had het einde zien aankomen. Ik kreeg toch nog een plot twist waarvan ik dacht wow. Dit was toch wel heel bijzonder hoe dat dan gelopen is. En daarna zie je zij. Toen ben ik naar bed gegaan, heb mijn boek gelezen. En het ging nu weer echt super goed. Ik kon nu echt weer een poos lezen. Dus dat was heel fijn. Dus ja, dat vind ik altijd wel fijn. Als het dan gewoon weer eventjes lukt, dan lukt het een paar dagen niet. En dan ben ik een beetje teleurgesteld van waarom lukt het niet. En zoals dan gisteren ging het weer heel goed. En dan ben ik weer heel blij. Dus dat was fijn. Ik heb nog twee rokjes binnengekregen, die ga ik jullie eventjes laten zien. En dan ga ik even stofzuigen en dan ga ik een video opnemen, want die heb ik vanmorgen nog niet. Dus dat ga ik even doen. Dan ga ik daarna denk ik even schilderen op nummer, want ik heb er ook nog eentje liggen van de Lidl. Ik denk wel leuk om daar eventjes mee te gaan beginnen. Dus ik ga jullie gewoon gezellig meenemen. Ik zal eerst even die rokjes erbij pakken om te laten zien en dan gaan we eventjes aan de gang. Ik had twee rokjes gekocht bij de H&M. Hun verzenden tegenwoordig in deze zakken. Eerder was het altijd plastic. Maar ja, goed, dat wordt natuurlijk allemaal niet meer mag. Dus die ga ik even openmaken. Dan zal ik ook even kijken of de prijs... Sorry, dat gaat even mis. Mickey gooide iets om in de keuken, dus dat hoorden jullie even. Maar ik wilde dus zeggen, ik zal even kijken of ik de prijzen erbij kan vinden. Omdat het allemaal in de sale was, maar... dan moet ik even gaan rekenen. Dus ik ga even kijken. Ik heb allereerst dit rokje. Ik zal hem er even uithalen. Ja, dan zijn ze heel goed bezig met die verpakkingen. Maar dan wordt het toch wel in plastic geleverd. Ik vind dit wel een leuk modelletje. Het is van Stretch verder. Er zit niet echt een sluiting in. Maar ik vond het wel een leuk printje. Ook iets wat ik nog niet had. En dan ga ik heel even kijken. Dit rokje, dat was normaal €13,99. En dat ging €11 af.
Dus hij was nog 2,99, geloof ik, als ik het goed zeg dan. Dat weet ik niet helemaal zeker. Ja, volgens mij wel. Volgens mij heb ik hier nog 3 euro voor betaald. Ik zal het straks even aantrekken, dat je even kan zien hoe het staat. Er zit hier aan de achterkant een mini splitje. Dat is wel schattig, maar ik vond dit gewoon wel een leuk, leuk dingetje. Er staat denk ik ook, er zitten wel kaartjes in, maar staat denk ik niet te kort. Ik heb hem in een maatje S gekocht. Ik zal hem even terug doen in het zakje, anders dan gaan de katten eraan. En dan is het straks alweer helemaal vol met haar en zo. En dat is niet zo handig. En dan heb ik nog een wat langer rokje. Die vind ik eigenlijk ook wel een beetje zomers. Krijgen we dat open? Echt wel. Dit is een wat langere rok. Ik denk wel dat hij een beetje doorschijnt als ik zo kijk. Want kijk, je ziet mijn hand er wel een beetje doorheen. Dus daar moet je even mee uitkijken met wat voor ondergoed je eronder aan doet. Maar wel een heel schattig rokje. Ook in een maatje S. Deze was normaal 14,99 en ging 10 euro af. Dus deze was nog 4,99. Dus eigenlijk had ik voor... nog geen 8 euro, 2 leuke rokjes. Maar dit is wel zo'n lekker rokje, inderdaad, nog voor deze tijd. Maar net wat ik zeg, alleen even kijken met hoe je het combineert dat het niet doorschijnt. Maar dat gaan we straks eventjes zien. Dus dat waren de rokjes. Ik zal ze dus nog even aantrekken, zodat jullie kunnen zien hoe het staat. Maar ik vond het wel leuke rokjes. Ik ben er wel blij mee. Zo, ik heb even het rokje aangetrokken. Ik vind de lengte echt heel leuk. Hij zit voor een S achteraan ook heel mooi. Ik heb er nu een legging onderaan, maar kan natuurlijk ook gewoon prima met een panty. Maar die had ik toch al aan. Ik vind dat splitje ook wel heel leuk hier aan de zijkant. Hij zit ook nog best ruim, want het is stretch. Dus kijk, als ik dit doe, zie je het nog steeds. Maar ja, ik vind de lengte wel heel leuk. Ik ben blij dat hij zo mooi zit, want het is met S altijd even afwachten. Maar hij zit leuk. Dus ik vind het een leuk rokje zo. Deze rok ook even aangetrokken. Ja, ik heb die legging even aangehouden. Ik had geen zin om die helemaal te verwisselen. Maar dan zie je inderdaad wel dat het licht doorschijnend is. Maar als je dit gewoon zonder legging aan zou doen en je zou er zo mee huidskleurig broekje onder aantrekken, is het eigenlijk al prima. Want dan zie je alleen stukjes van je been. Maar ik vind hem wel heel leuk. Maar je ziet hier bijvoorbeeld heel erg goed dat hemdje er doorheen komt. Maar hij zit verder heel goed voor een S'je ook. En ik vind de lengte wel leuk. En het is gewoon eigenlijk nog wel een heerlijk zomers rokje. Maar het is dus inderdaad, het ziet er nu niet uit omdat die legging dan aan zit. Maar die moet je dan even wegdenken. Maar ik had helemaal niet meer jongens zin om die helemaal uit te trekken. Maar ik vind het wel heel leuk te uitzien. Maar wel licht doorschijnend. Dus ja, dat moet ik gewoon even rekening mee houden. Ik ga deze schildroppen weer doen. Die had ik nog staan van de Lidl. Dus ik dacht, dan ga ik daar eerst mee beginnen. Hij ziet er best wel moeilijk uit. Maar ik ben wel heel benieuwd. Het is een hondje en een poesje. Dus hij is ook van canvas. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Dus ik ga even alles klaarzetten. En dan ga ik deze even proberen.
Ja, ik ben hier dus bovenaan begonnen. Je ziet het nog niet overal heel erg goed. Ik denk dat dat witte echt nog wel een keertje mag. Want ik zie dat het hier bijvoorbeeld niet helemaal goed gepakt heeft. Maar het begin is er. Ik vond het wel weer heel erg leuk om te doen. Dus ik ga hem nu eventjes veilig wegzetten dat hij goed kan drogen. Maar ik denk dat het wel wat kan worden. Maar het is wel een beetje moeilijk. Maar het is wel een leuke uitdaging. Zo, dit was eigenlijk best wel een fijn middagje. Ik heb lekker even stof gezogen en de bakken geschept. Al ligt er nu weer allemaal kattengrit naast. Maar dat kan ik wel weer even met stof er een blik op vegen. Video's opgenomen is allemaal gelukt. Toen ben ik lekker eventjes dat schilder op nummer gaan doen. Het was ook wel even heel rustig. Het was wel lekker. Alleen jammer dat Tijgertje steeds bij de camera komt. Omdat ze aan dat ding wil likken. En dan moet ik steeds met die spuit. Maar goed, dat moet gewoon eventjes. Want het is ook niet goed voor de camera. Het is gewoon niet nodig om er steeds aan te likken. Dus dat moet ik gewoon even volhouden. In de hoop dat ze het dan nog afleert. Kijk, jullie zullen nu dan geen last hebben van dat geluid. Omdat daar muziek onder komt. Maar het is gewoon voor jezelf ook niet prettig. Dus dat was eigenlijk allemaal wel heel fijn. Ik ben ook heel blij met hoe de rokjes zitten. Was eigenlijk gewoon prima. Net wat ik zeg, ik had het niet helemaal lekker gesteld. Omdat die legging eronder zat. En ik had vandaag een jurk heb ik aan. Dus ja, die moest ik even een beetje omhoog houden. Maar ik had geen zin om er helemaal voor om te kleden. Dat kostte even veel energie waar ik geen zin in had. Maar verder was het allemaal wel lekker. En nu waait het echt heel erg. En het heeft zo'n... Het voelt een beetje alsof als het waait als het herfst is. Dan kan het zo'n intense wei om je huis heen zijn. Dat hoor ik een beetje. Dat is best wel grappig. Net als de zon er even, die is nu weer weg. En wie weet dat er nog een buitje valt, maar dan moeten we maar even zien. Ik ga zo meteen even lekker wat drinken en dan ga ik eventjes lekker op de bank. Want ik ben toch al wel weer een beetje moe. De vermoeidheid blijft heel erg. Ik merk dat het lichamelijk niet echt lekker meewerkt nog. Maar goed, ik hoop dat het goed komt. En als het echt lang aanhoudt, misschien toch maar eventjes een keer naar de dokter gaan om te kijken van joh, wat zou er kunnen zijn. Want dat voelt natuurlijk ook niet heel prettig. En ik zie dat mijn fotolijstjes allemaal omgekieperd zijn. Want als ik in de slaapkamer ben, ik doe die deur dicht omdat alles open staat. En dan is het echt zo, woe, gaat het echt zo kaart dicht. Dat is niet handig. Maar in ieder geval, straks ook weer eventjes lekker douchen. Vanavond ga ik gewoon lekker koken. Dus dat is allemaal wel lekker. Ik kijk, waar gaat het over? En daarna Hussen en Rex, want je hebt natuurlijk op vrijdag geen BNB voor liefde. En dan ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik de video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Ik heb die foto die niet helemaal goed was, heb ik al gemaakt. Die hoef ik alleen nog even te bewerken. En ja, dan ga ik een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. En dan begint volgende week begint Emily in Paris ergens. De 17e volgens mij. Dus ik probeer even een miniserie dat ik hem net zo kan... Zo kan regelen dat ik dan ook die 17e kan gaan kijken. Dus ik moet even zien wat erop staat. En daarna ga ik Scott en Bailey kijken. Dan ga ik lekker naar bed in de hoop weer even lekker mijn boek te kunnen lezen. Dus dat is eigenlijk de planning voor vanavond. Verder ook niet heel veel bijzonders. Dus maar wel lekker. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want nu ga ik verder toch niks meer doen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 10 augustus. En ik ben klaargemaakt. Het is... de zon is er nog wel, maar hij is af en toe gelukkig even weg. Het is nu 24 graden, dus ik geniet nog even van het dagje dat het wat beter te doen is. Omdat het vanaf morgen wel echt warm wordt. Maar wat ben je allemaal aan het doen? Ben jij ruikt weer van alles natuurlijk. Ik heb nu even alles nog weer openstaan. Ik heb een beetje jeuk in mijn oor, maar hij doet ook zeer met die verkoudheid. Dus dat is wel lastig. Ik heb gisteravond naar Waar gaat het over gekeken. Dat was wel weer leuk. Toen ben ik lekker Hudson en Rex gaan kijken. Dat was ook weer een mooie uitzending. Ik word gewoon heel erg blij altijd van die serie. Ik vind die hond gewoon te schattig. En ik heb even een spelletje gedaan. Het video in elkaar gezet. En mijn blogpost geschreven. Toen ben ik een nieuwe Netflix serie gaan uitzoeken. En ik zal even kijken of ik die kan uitspreken hoor. Want... dat weet ik niet. Hij had een hoge matchscore. Het is een miniserie inderdaad. Hij heet Master of the House. Het is 7 afleveringen. Het is wel een 16 jaar serie. En op zich vond ik het wel spannend. Ik had in het begin even zoiets. Oh, vind ik dit wel echt leuk? Maar uiteindelijk heb ik hem gewoon uitgekeken. De eerste aflevering. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk toch best wel spannend. Dus ik ga gewoon even kijken de komende dagen. Kijk, als ik uiteindelijk denk het is echt niks, kan ik nog afhaken. Maar ik ben er eigenlijk niet zo van. Verder heb ik Scott en Bailey gekeken. Toen ben ik lekker naar bed gegaan, heb ik mijn boek gelezen. Dat ging eigenlijk allemaal wel prima. Dus
Ik heb niet al te best geslapen, want ik heb heel erg gedroomd. En mijn opa die zat ook weer in mijn droom. En het voelt nog steeds zo levensecht. Dus ja, waarschijnlijk gewoon omdat dit de periode is. Dat het allemaal nu een jaar is. En ja, dat je dan toch weer even wat vaker dat hij erbij komt. Dus dat. Ik ga zo even stofzuigen. De vaatwasser moet leeggehaald worden, want die had ik gedraaid gisteravond. Ja, en verder, ik moet even de kwasten wassen en ik wil eigenlijk boven nog wat doen, maar het zal daar nu wel niet te wezen zijn. Misschien dat ik alvast wat foto's kunnen gaan uitzoeken voor morgen, dat ik het morgen niet allemaal hoef te doen, omdat het morgen echt heel warm is. Maar ik ga wel even kijken, dus ik neem jullie gewoon weer mee en ik wil nog even in mijn blog en YouTube boek aan de gang. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. Dus ik ga even lekker muziek aan doen en dan ga ik eventjes wat doen, dan is dat ook weer klaar. Dus ja, verder eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Ik heb allemaal rode plekjes op mijn arm. Ik weet niet waar het van komt. Of het van de katten is. Ik heb echt letterlijk geen idee. Maar het zal allemaal wel. Dus nou ja, dat ga ik dus nu eventjes doen. Zo, ik ben weer lekker klaar. Ik heb even het een en ander gedaan. Lekker stof gezogen, de bakken geschept. De vaatwasser is lekker erin geruimd. Gelijk de vaat, want er paste niet alles paste er meer in. Dus dat had ik laten staan. En die vaat die heb ik er nu weer in staan. Dat is allemaal wel weer lekker. De kwasten zijn weer lekker schoon. En ik heb boven nog even wat geprobeerd. Maar ik moet zeggen, het is gewoon te warm. Dus je doet het gewoon niet zo graag nu. En dus ik hoop dat gewoon eigenlijk als het volgende weekend bijvoorbeeld weer ietsjes minder warm is, dat weer een beetje meer op te pakken. Maar ik moet eventjes kijken. Ik zou ook eigenlijk eerst al make-up uitzoeken, maar dat heb ik ook nog niet gedaan. Ik denk nou, doe ik morgen wel gewoon, dan zie ik het wel. Het wordt morgen 26 graden, dus het valt morgen nog wel mee. Dan maandag en dinsdag zijn echt wel de hete dagen. Dus dan kan het ook nog wel prima. Maar verder was het wel lekker een productief middagje. Even lekker in mijn blog en YouTube-boek bezig geweest. Ik moet alleen die gum vervangen. Ik heb natuurlijk die elektrische gum van de HEMA. Daar heb ik toen een video over gemaakt. Ik ben heel enthousiast al over die gum. Alleen nu is dat kleine gummetje zo goed als op. Nou weet ik alleen niet zo goed hoe ik die eruit kan krijgen. Dat is een beetje lastig. Het staat ook niet echt in de beschrijving. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga kunnen oplossen. Want anders kan ik niet gummen. En gummen dat is gewoon belangrijk soms. Maar het was verder wel lekker. Nu ga ik zo eventjes lekker relaxen. Want we hebben net lekker eten gehad. En dan straks lekker douchen en zelf even wat eten. Ik ga vanavond gewoon eventjes wat dingetjes terugkijken. Misschien dat ik even hier een was opvouw terwijl ik televisie kijk. Vind ik soms ook wel lekker. Vooral ondergoed en zo vind ik wel lekker om gewoon op de bank op te vouwen. En dan kan alles weer netjes de kast in. Dan ruimt het allemaal weer een beetje op. Ga sowieso nog even verder met Disney Dreamlight Valley. En daarna eventjes... nee, dat is het. Dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. En mijn Netflix-serie kijken. En daarna Blue Lights. En dan ga ik lekker naar bed. Mijn boek lezen. En dan ga ik lekker slapen. Maar op zich ben ik nu wel tevreden met wat ik heb gedaan. Ik had misschien nog wel meer willen doen. Maar soms moet je ook gewoon zeggen van het is goed. En het een beetje rustig aandoen. Helemaal omdat ik nog wel natuurlijk die verkoudheid heb. En af en toe hoest ik ook nog wel een beetje. Maar het zal vanzelf gewoon een keer overgaan, denk ik dan. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ik heb ook eigenlijk niet veel meer te vertellen. Er was pas iets waarvan ik dacht, oh, dat wilde ik jullie nog vertellen. En dan ben ik het vergeten. Dat heb je soms. Dan denk je, oh, dat is wel leuk om even te vermelden. En dan vergeet ik het weer.
Nou ja, mocht ik het aankomende dagen nog herinneren, horen jullie het alsnog wel, maar voor nu weet ik het ook eventjes niet. Goed, ik ga relaxen, dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 11 augustus. Ik zit nog even op de bank. Het is nog lekker een dagje wat het niet zo zonnig is en een beetje bewolkt, want morgen en dinsdag wordt het echt heel warm. En daar zie ik best wel tegenop, maar uiteindelijk zullen we er ook wel weer doorheen komen. Maar het zijn altijd even van die dingen dat je denkt van, oh ja, dan wordt het warm. Maar dan ga ik soms even wat klusjes doen. Ik moet even de groenten afhalen. En ik moet even alvast wat dingen hier in de woonkamer schoonmaken. Want ik ben woensdag een dagje weg. Normaal is woensdag schoonmaakdag, maar woensdag ga ik een dagje naar Giethoorn. Dus dan kan ik niks doen. Toen zei ik om 5 uur mijn bed uit stap om schoon te maken, maar dat doe ik natuurlijk niet. Dus dan wil ik alvast even het een en het ander doen en dan kan ik het morgen afmaken. Dan heb ik in ieder geval het gevoel van oké, het is wel gewoon gebeurd. Dat vind ik wel prettig. Gisteravond heb ik gekeken naar nog een aflevering van de Alleskunner. Dat is toen ook weer op tv geweest en toen was dat volgens mij net met een ander programma. Toen heb ik niet gekeken, dus dat heb ik nu eventjes gekeken. Op zich ook wel weer moeilijke dingen. En ik vind het nu wel lekker dat ik wat dingen heb om terug te kijken. Want je zit nu nog in zo'n periode dat in de weekenden weinig op televisie is. Ja, omdat je gewoon volop in de herhalingen zit. En dat is voor nu ook prima. Dus dat geeft een mooie gelegenheid om dingen terug te kijken. En dat is wel lekker. Verder heb ik nog even een spelletje gedaan. En heb ik de vlog voor het grootste gedeelte weer in elkaar gezet. Ik had nog even die andere vlog nagekeken. Van gaf die dus op mijn computer ook die schokkerige beelden weer. Of dat die wegviel. Maar dat was dus niet zo. Dus ik denk dat er iets met uploaden verkeerd is gegaan. Dat het iets bij YouTube ligt. Want het zit dus niet in die vlog. Toen heb ik mijn Netflix serie gekeken. En daarna Blue Lights. En dat was echt zo spannend. Dat eindigt echt met een hele spannende... Cliffhanger niet, want ik heb nog 1 aflevering te kijken. Maar dat was wel echt heel erg spannend. Dus het is een Britse politieserie. En elke keer hadden ze zeg maar... Dan was er bijvoorbeeld een melding bij een bepaald gebied. En dan waren ze op weg en dan werden ze ineens weer teruggeroepen van... Het is verboden gebied, jullie mogen daar niet komen. En waarom dat steeds verboden was, dat werd ook niet duidelijk. Dus ik denk dat dat nu echt aan het einde pas duidelijk wordt. En nu was het dus ook met een verboden gebied. En... Die ene agent die was het zo zat, die ging er toch heen. Ja, en toen ging dat even mis. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat eindigt. Toen ben ik naar bed gegaan en heb mijn boek gelezen. Maar mijn iridio was bijna leeg. Dus die had ik eventjes naast mijn nachtkastje neergelegd. Dus niet erin. Want ik weet gewoon, als ik hem erin had gelegd, dan had ik vandaag niet meer geweten dat hij opgeladen moest worden. Dus die heb ik nu aan de oplader liggen. Dus dat is fijn. En dan ga ik straks gewoon even de foto's maken. Dus ik laat straks even de foto's kunnen zien. Oh, weer allemaal rode plekjes. Ik weet niet waar het vandaan komt van een tijger. Die heeft met de nageltjes in mijn arm gezeten. Dat doet een beetje zeer. Dus ja, dat eigenlijk. En dan hebben we einde van de middag lekker Ajax. Dus daar heb ik zin in. Goed, ik ga nu eventjes wat doen. En dan is dat ook weer gebeurd. Ik zag ook weer dat er een vlieg in huis was. Dus die moet ik ook eventjes weg zien te krijgen. Dus ik laat straks gewoon even de fotospulletjes zien. Tijd voor de fotospullen. Ik heb de Hello Kitty collectie erbij gepakt. Daar ga ik een losse video van maken. Ik heb hier de Matting Fire Papers... De nagelstickertjes, de blush, het spiegeltje, die heel mooi is. Dan hebben we hier 2 lipglossjes, de tweezerman en het spoeietje. Dan heb ik hier de lipstick en de roll-on highlighter en... de sponsjes. Alles gaat even door. Zo. Dan heb ik hier de instant matstick voor poriën. En 2 glitter nagelcoatjes van de Hema. Dus hier ga ik nu eventjes foto's van maken. En dan kan ik dat mooi weer gaan gebruiken aankomende week. Zo, ik heb alles afgekregen. De groente is klaar. Ik heb alles echt schoongemaakt. De boeken, alles zijn er al af geweest. Ik moet alleen nog het roze tafeltje naast de bank. En dan even goed stofzuigen en dweilen morgen. Maar verder is al het schoonmaakwerk helemaal klaar.
Dus dat is wel een heel lekker gevoel. En het ging eigenlijk vrij vlot. En nou, toen heb ik de foto's gemaakt. Het ging ook wel goed. Net heb ik even geïmporteerd. En toen heb ik net de katten eten gegeven. En nu ga ik me zo klaarmaken voor de wedstrijd van Ajax. En ik ben benieuwd wat het wordt, hoe we gaan spelen. Ik heb er ook wel weer zin in. Ja, ik mis het toch wel als het er niet is. Maar goed, we gaan weer van start. Verder ga ik straks gewoon lekker douchen en eten. Vanavond ga ik gewoon dingen terugkijken. Ik ga wel even zien wat het wordt. Ik weet nog niet precies. Ik wil sowieso nog even wat Disney Dreamlight Valley doen. De foto's moeten bewerkt worden. En dan ga ik mijn Netflix-serie kijken en daarna weer zie je zij. En dan ga ik naar bed om een boek te lezen. Iedereen is straks ook wel weer opgeladen, dus dat is top. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Dus niet heel veel bijzonders meer, maar zometeen gewoon lekker genieten van de voetbal, hoop ik. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Dus ik ga zo even mijn shirtje aandoen. En dan ga ik jullie gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, bij deze ga ik dan in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is vandaag 12 augustus. Ik ben klaargemaakt, maar ik voelde me niet heel erg lekker. Echt last van de warmte, waardoor ik licht in mijn hoofd werd. Dus het ging even allemaal niet zo lekker. Dus ik denk dan, alweer! Het blijft een beetje heen en weer gaan. Maar ik verlang ook gewoon wel heel erg naar het afkoelende weer. Maar daar ben ik niet de enige in. Het is nu even 2 dagen goed doorbijten. En dan komt het vast wel weer goed. Mijn vader die stuurde mij een appje met de vraag of ik mijn coach kon vragen of zij woensdag kon met boodschappen doen, want het was een beetje een dingetje. Ik zou woensdag naar Giethoorn gaan, maar er wordt slecht weer voorspeld met onweer en dat soort dingen. En dan mag je dus niet het water op. En ja, als je in Giethoorn bent, wil je gewoon graag varen. Dat is gewoon super leuk. En donderdag is het wel droog, dus ik had mijn coach een berichtje gestuurd van, goh, zou dat kunnen? En toen zei ze, ja, dat kan wel. Ze gaat vanavond mij laten weten wat het wordt. Dus dan is de planning alleen eventjes iets omgegooid. En dat, ja, is voor een keertje dan ook prima. Dan ja, is het gewoon eventjes wat het is. Ja, het moet dan, ik weet nog niet of het kan in de ochtend worden of einde van de middag. Maar dan moest ze even kijken. Dus ze laat me dat nog eventjes weten. Dus ja, dat eigenlijk. Ik heb gisteravond voor de rechter teruggekeken. En daarna online criminelen ontmaskerd. En nog zo'n alleskunner VIPs. Of nee, geen VIPs. Alleskunner aflevering. Verder heb ik natuurlijk gistermiddag genoten van Ajax. Ik moet wel een beetje wennen, want deze trainer die is nu van Italiaanse afkomst en die speelt toch weer heel anders. Hij kiest bijvoorbeeld ook voor een keeper waarvan ik denk, waarom is de andere keeper er niet? Maar ze hebben wel gewonnen met 1-0 en dat is wel heel fijn. Het zijn niet de allerbeste cijfers natuurlijk, maar goed, winnen is winnen denk ik dan maar. Dus we hebben weer 3 punten, dus dat is wel fijn. Ja, en verder heb ik mijn foto's bewerkt en mijn nagels gedaan. En ik heb de lakjes er even bij gepakt. Ik heb als basislakje een lakje van de Girls in Pretty. Er staat nog iets voor, dat kan ik letterlijk niet lezen. Het is dit kleurtje. Ja, dit gaat ook zo niet lekker met vloggen nu, omdat je met de boel dicht zit. Maar het is dus deze. Hij heeft vast ook een naam, kan ik niet lezen. Het is een heel oud lakje die al lang niet meer te koop is. En eroverheen heb ik dan een van die glittertopcoatjes gebruikt van de HEMA. Die ik gisteren had gefotografeerd. Dus het resultaat ziet er wel leuk uit, vind ik zelf. En ik heb een Netflix serie gekeken, was echt super duper spannend. Het eindigde nu heel spannend. En dat had ik nu wel voor het eerst dat ik echt dacht van wauw, dit is wel echt heel spannend. Dus ik ben wel benieuwd. Dus dat lokt dan toch wel weer om door te kijken. En wat mij opviel bij CSI, want dat heb ik erna gekeken, dat er op een gegeven moment een aflevering is geweest en daar zouden ze nog voor naar New York reizen en dat hebben we nooit gezien. Dus ik weet niet of ik die aflevering gemist heb of dat dat gewoon niet uitgezonden is, want daar moesten ze iets uitzoeken of dat die eventueel vanavond komt, want vanavond is het dan de laatste van dat seizoen. Dus ik moet eventjes kijken, dat moet ik even nakijken. Het was verder wel een hele mooie uitzending hoor, maar ook wel, ja, het was een beetje met
van die ghost hunters, ja, daar heb ik niet zoveel mee, weet je. Ik denk dan van, ja, ik geloof daar niet zo in, maar goed. Toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen, dat was het ook. Ik heb wat klusjes gedaan, dat ga ik jullie laten zien. Dan ga ik hier maar eventjes proberen de boel een beetje aan kant te krijgen. Zoals ik al zei, ik doe het rustig aan, ik ga me niet overhaasten, want het is warm, dus we doen het gewoon eventjes beetje bij beetje. Dus dat is voor nu eventjes de planning, dus ja. Ik ga jullie dan eventjes laten zien de klusjes die ik had gedaan. Er zijn wat dingetjes in de keuken geweest. Dus dat is eigenlijk eventjes wat ik ga doen nu. Een helemaal bezweet hoofd later, maar het is gelukt. Het zweet zit op plekken waarvan je je afvraagt, kun je daar zweten? Dat kan. Maar alles is wel gedaan. Ik heb de bakken weer schoon van de katten. Ik heb de douche helemaal schoon. Ik heb ook weer eventjes dat ritueel gedaan wat mijn moeder heeft gedaan bij die kraan. Dus ja, als ik dat nu gewoon elke week bijhoud, dan denk ik dat het met verloop van tijd gewoon helemaal weer mooi fris wordt. De woonkamer afgemaakt, maar er was niet heel veel meer. Ik moest eventjes gewoon de stoelen aan de kant doen om te dweilen. Eventjes onder die pootjes zeg maar stofzuigen. En nog even mijn roze tafeltje afnemen die naast de bank staat. En dweilen en stofzuigen, maar ik heb alles gered. Maar net wat ik zeg, je zweet wel heel erg. Dus ja, het was warm. Maar het komt wel weer goed. Ik heb het gered. Nu ga ik zo meteen even lekker uitrusten. Want dan moet ik straks me weer opmaken om te gaan koken. Ja, weet je, dat zijn ook van die dingen. Dat doe je ook liever niet met dit weer. Maar ja, je moet ook gewoon eten. Je kunt niet altijd makkelijk doen. En dan vind ik het ook wel weer goed om eventjes ook gewoon groenten en zo te eten. Vooral omdat ik nog steeds een beetje met die koudheid top. Maar ja, het is eigenlijk allemaal wel weer lekker nu. En dat is fijn. Katjes hebben net lekker eten gehad. Bericht is trouwens ook naar buiten gekomen dat Joost Klein niet vervolgd wordt voor het incident in Zweden. Er is niet genoeg bewijs gevonden. Dus ja, een beetje die jongen is zijn droom afgenomen. Ik denk voor Nederland is ook een grote kans om een leuke plek te bemachtigen in die top 10. En het is gewoon heel erg jammer. En ik hoop gewoon eigenlijk dat we besluiten om het volgend jaar gewoon niet te doen. Even een jaartje over te slaan. Doe maar even een statement. En dan hebben ze zelf ook een probleem. Want dan heb je ook een land minder die geld inlegt natuurlijk. Maar dat gaan we allemaal wel zien. Ik ga zo even wat drinken. Ik moet nog wel even mijn water en zo wegdoen. Maar daar heb ik nu even geen zin in. Dus dat komt goed. En dan ga ik eventjes lekker op de bank. En dan straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer naar Waar Gaat Het Over. En de BNB van Liefde. Ik heb er al weer zin in. En dan ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn blogpost schrijven. En dan een serie lekker verder kijken. Zie je zijn. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. En dan hebben we één van de twee dagen weer overleefd qua warmte. Klinkt heel dramatisch dit. Maar zo voel ik het. Ik ben hier gewoon niet volgemaakt. Maar goed. Dat hebben meer mensen. Ik ga dat nu gewoon eventjes lekker doen. Dus ik zou bij deze gewoon zeggen. Tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 13 augustus. Het is heel warm. En ik ben wel klaargemaakt. Maar ik heb het gevoel dat alles weer voor mijn gezicht aan het afzweten is. Het is nu 31 graden. En er is voor vandaag extreem weer op komst. Nou hoop ik ook echt dat dat gaat gebeuren. Want het is buiten niet te hard. Het is zo benauwd. Ik was even naar de brievenbus gelopen. En ik had even wat oud papier weggegooid. Maar oh, je krijgt zo'n klap voor je gezicht. Als je nu naar buiten loopt. Dat je denkt van, oeh,
dat moet je niet willen. Het is gewoon binnen lekkerder als buiten. Het is gewoon echt bizar gewoon. Maar goed, in de hoop dus dat er extreem weer op komst is. Ik ben ook blij dat het vandaag even de laatste dag is. Morgen hebben we een regenachtige dag. Nou ja, morgen ga ik dus boodschappen doen. Dat had ik gisteren verteld, hè, want ik zou eigenlijk morgen naar Giethoorn gaan. Maar dat gaat dus nu niet door, omdat er is daar dus ook wel wat onweer en zo voorspeld. En dan mag je niet varen. En dat als je naar Giethoorn gaat, dan wil je toch ook wel varen. Het is gewoon leuk op dat water. En het wordt donderdag weer 25 graden, maar dan niet echt extreem zonnig. Maar dan heb je gewoon net wat lekkerder weer om in Giethoorn te zijn. Dus nou, fijn dat we dat even zo konden wisselen. Ik had even contact gehad met mijn coach. Ik moest eigenlijk volgende week naar de mondhygiëniste toe. Maar dat was een beetje een vervelende tijd voor haar. Het was 1 uur. Ja, en dat weet ik wel. Dat hebben we toen in mei hebben we gezegd, doe maar. En dan kijken we tegen die tijd wel weer. Maar de tijd gaat zo hard. En toen zei ik dat vorige week tegen haar van, ja, was je daarvan op de hoogte? Maar dat wist ze dus niet meer. Toen zei ze van, nou, ik weet niet of ik dat red. Toen zei ze, appte ze nu van, wil je hem dan verzetten? Dus ik heb hem nu naar 19 september gezet. Nou, ook prima. Maakt niks uit. Het is toch alleen voor de gebitsreiniging. En nou ja, goed, ik bedoel, is dat een maandje later, is ook niet erg. Ik heb het idee dat hier een haar aan mijn gezicht plakt. Maar het kan ook iets zijn wat zo aanvoelt. Ik weet het niet. Gisteravond heb ik wel, ik heb gewoon gekookt. Het was allemaal wel warm. Ik was ook blij toen het op was. Dus allemaal wel gelukt, gelukkig. Dus dat was wel fijn. Ik heb nu wel aan tafel gegeten. Omdat ik dan ook jus heb. Maar zoals vanavond denk ik dat ik dan misschien gewoon op de bank eet. Dan bij de ventilator. Normaal gesproken als ik gewoon echt warm eten kook, zeg maar. Met groenten en vlees en aardbeschijfjes of rosti-rondjes eet ik eigenlijk altijd aan tafel. Maar ik merk nu met de warmte kost me dat meer energie omdat ik daar geen ventilator heb staan. Ik heb er gewoon geen zin om elke keer die ventilator vanuit de slaapkamer te slepen. Want het is allemaal een beetje krap, zeg maar. Maar goed, ik heb opgeruimd en alles. En nou, toen ben ik lekker, waar gaan we het over gaan kijken. En daarna de BNB van Liefde. Nou, weer wat ontwikkelingen, maar het is gewoon een beetje jammer, want er wordt online al heel veel gespeculeerd, of heel veel gespoilerd, omdat er best wel veel mensen zijn die vooruitkijken. Dat is prima, maar dan moet je eigenlijk wel je mond houden. En daarna nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn blogpost geschreven, nog even verder gegaan met de nieuwe collectie van Catrice die eraan komt. Of die ligt er nu geloof ik al, met de nieuwe herfst- en winterproducten. Dat moet allemaal nog online komen op mijn blog. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en daarna de laatste aflevering van CSI. Dat was echt super spannend. En dan is het gewoon wel super lekker dat je gelijk naar het volgende seizoen kunt. Dus vanavond kan ik gewoon lekker naar het volgende seizoen gaan. En toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. En toen ben ik gaan slapen, maar dat was ook wel plakkerig. Ik ga nu zo even stofzuigen en dan ga ik de video opnemen. Dus ik moet even wat dingen opbouwen, lampen en zo. En dan ga ik dat eventjes doen. En dan ga ik daarna nog even daarmee painten. En dan neem ik jullie wel gewoon weer even mee. Maar ik ga me verder niet heel druk maken, want het is gewoon te warm om je overal heel druk over te maken. Ik ben ook blij dat ik nu geen schoonmaakklusjes heb. Dus wel lekker nu. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. Nou, alles is gelukt. De video staat erop. Ik hoop dat het goed is overgekomen. Maar toen raakte ik nog een stempeltje kwijt. Nou, het voelde me
dan ben ik eventjes helemaal van, oh, waar is die nou? Waar ligt die? En uiteindelijk lag die dus bij het douchegedeelte, omdat ik altijd in de douche heb schoongemaakt. En nou ja, uiteindelijk had ik hem gelukkig gevonden. En daar was ik wel blij om, dus nu heb ik alles weer netjes bij elkaar. Dus dat was wel fijn. En het tuigertje was nog maar een heel dinnetje straks. We hebben zeg maar altijd een soort van ritueel. Als ik uit bed kom, dan ga ik op een gegeven moment op de bank zitten. Heb ik even mijn tablet erbij. Ga ik even een spelletje doen. En dan komt zij er altijd even op schoot liggen, want ik wil ze even knuffelen. Omdat we elkaar naar de dag niet hebben gezien. Nou, helemaal prima. Maar op een gegeven moment begon ze helemaal zo naar boven te kijken. Dus ik denk, jij ziet wat. Zo keek ik naar boven. Ze had weer zo'n springspin op het plafond. Zo was ik wel heel blij mee dat zij het zag. Toen kon ik hem weghalen. Ja, dat vond ik echt wel. Dus ik zei ook echt tegen wat, ja, echt heel goed van jou. Ja, niet dat die kat dat snapt. Maar ik praat soms met mijn katten. Ja, ik zou wel komen omdat ik alleen ben. Heel raar, maar nou goed, het is allemaal weer gelukt. Ik heb wel een beetje mijn vinger bezeerd, want ik was die video aan het maken. En nou ja, goed, dat is mijn schuld, want ik zat zelf erop te knoppen. Maar goed, het is allemaal gelukt, dus dat is fijn. Nu ga ik zo eventjes lekker relaxen, want dan kan ik weer eventjes een beetje energie opladen voor als ik straks weer ga koken en douchen en alles. En dan is vanavond gewoon eigenlijk het standaard rondje. Waar gaat het over? BNB vol liefde, spelletje doen. Vlog in elkaar zetten, afmaken althans, want hij staat voor het grootste gedeelte al klaar. Ga ik hem afmaken, foto's bewerken, Netflix serie kijken, CSI en dan maar weer naar bed om een boek te lezen. Dus dat wordt het eigenlijk ook. Dus ja, dat is gewoon altijd een beetje hetzelfde, maar dat is ook prima. En hopen natuurlijk dat de buien losbarsten. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik begin een beetje hoofdpijn te krijgen vanwege het weer. Dus ik ga even een aspirintje nemen. En dan ga ik even lekker relaxen. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje van mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Want ik had alweer een kleine mijlpaal, vond ik. Het is best wel leuk gegaan. Even kijken. Kijk, we zitten nu op de 1020, dus hoe leuk is dat? Nou ja, goed. Ik ga je voor nu in ieder geval gewoon heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!